Goedenavond. Ik ben Carolien Klaver, wethouder Wegen, Verkeer en Economie in Wassenaar. Wat fijn dat u vanavond meedoet en meeluistert. Voor ons is het belangrijk dat wij in gesprek blijven met de inwoners van Wassenaar over het verkeer. Want verkeer gaat ons allemaal aan. We hebben er elke dag mee te maken. En we beleven dan ook nog eens een keertje het verkeer allemaal net iets anders. Dus vanavond gaan we met u in gesprek. En misschien gaan we wel op een andere manier naar verkeer kijken. Misschien gaan we ook op een andere manier naar ons eigen gedrag in het verkeer kijken. Maar ik hoop dat het een informatieve en leuke avond wordt. Ik moet er wel bij zeggen, het is voor ons de eerste keer dat wij een webinar doen. En wij gaan ervan uit dat de techniek ons de hele avond goed bijstaat. En dan wil ik nu graag eigenlijk het woord geven aan Fred Sip. Fred is strategisch adviseur bij de werkorganisatie Duivenvoorde. Fred heeft de regie voor vanavond in handen. En Fred... Dankjewel Carolien en goedenavond dames en heren bij deze webinar Blik van de Weg. Ja, het is een beetje anders dan normaal inderdaad, want het heeft alles te maken met de corona. Normaal gesproken zouden we ergens in een mooi zaaltje zitten en met elkaar in gesprek kunnen gaan op een fysieke manier. Maar dat gaat helaas niet en het ziet ook niet uit dat het de komende tijd gaat gebeuren. Dus vandaar dat we nu deze webinar hebben georganiseerd om u toch bij u te zijn en in contact met u te komen, zodat we wel die interactie met u hebben. We zijn niet alleen, we hebben ook mensen uitgenodigd. We hebben nu op dit moment online verbinding hebben met Marco de Brommelstroet. Marco is professor in de toekomst van stedelijke mobiliteit aan de Universiteit van Amsterdam. En ook mede-auteur van het boek Het recht van de snelste. We hebben een online verbinding met hem. Ik heb wel even een vraag even gelijk aan Marco. Misschien dat hij dat gelijk even op in kan gaan. Want je wordt ook wel eens de fietsprofessor genoemd. Hoe ben je eigenlijk aan die naam gekomen? Ja, ik ga het vandaag hebben over taal en dat is een heel mooi voorbeeld. Ik heb mezelf gewoon zo genoemd. En als je dat gaat doen, dan word je dat op een gegeven moment. dus dat is de korte uitleg. En de iets langere uitleg heeft te maken met dat ik de fiets heel erg interessant vind. Vooral de Nederlandse fiets. Omdat die ons een soort lens kan geven om inderdaad, wat net werd gezegd, om misschien anders naar verkeer en naar de straat te gaan kijken. En als sociaal wetenschapper vind ik dat buitengewoon interessant. Oké, dankjewel Marco en goed dat je erbij bent vandaag. Aan de andere kant heb ik Thomas de Lintel-Hekkert zitten. En Thomas is de projectleider vanuit Royal Haskoning voor het verkeersonderzoek. We mogen elkaar even aanspreken met de voornaam, dus dat zullen we ook wel doen, ook om wat beter te communiceren. Thomas, in een eerder gesprek heb je aangegeven dat de wijze waarop het verkeersonderzoek in Wassenaar plaatsvindt wel bijzonder is. Wat is daar zo bijzonder aan? Nou, wat dit onderzoek zo bijzonder maakt, is dat, dat je vaak ziet dat in onderzoeken naar verkeer het vooral eenzijdig is. Dus men gaat kijken naar het ongewenst verkeer of mensen gaan alleen maar kijken naar problematiek in bepaalde straten. En de vraag die Wassenaar aan ons gesteld heeft als onderzoeksbureau is eigenlijk wat breder. Dus we gaan kijken naar herkomst en bestemming van verkeer, we gaan kijken naar het verleden, we gaan kijken naar de toekomst. En we gaan ook interactief de mensen eigenlijk mee laten denken en ons vooral ook helpen om te komen tot de juiste knelpunten. Dankjewel Thomas, ook goed dat jij hierbij bent, want het is toch wel een belangrijk onderzoek wat er gedaan wordt voor Wassenaar. Ik denk dat, de wethouder had het al even aangegeven, het is iets wat ons allemaal bezighoudt iedere dag weer. De verkeersdrukte, de knelpunten die er zijn in Wassenaar, hoe brengen we nou weer die wegen en die toestromen en aanbod van de auto's en andere verkeersdeelnemers, hoe brengen we dat nou goed in beeld? Nou, dan hebben we daarvoor een programmaatje opgesteld vandaag voor u. En dan beginnen we zo meteen met een korte film waar we eventjes weer kunnen zien van, waar hebben we het dan over qua verkeersintensiteiten in Wassenaar. Vervolgens zal Thomas even een kort stand van zaken van het verkeersonderzoek doen. Normaal gesproken zouden we misschien al verder zijn, maar met name door coronaperikelen hebben we daar op een andere manier moeten kijken. Want omdat de verkeersintensiteiten zijn niet representatief voor de huidige situatie. Nou, daarna zal Marco nog even een verhaal doen over het recht van de snelste, het boek wat hij geschreven heeft, maar ook zijn inzicht op verkeer. Daarna hebben we een wat interactieve poll met u, waar we met vragen en antwoorden. Daar zullen we zo meteen ook even mee starten. Daarna is er ook een introductie van de website voor de verkeersonderzoek van Wassenaar. Daar zal Thomas even op ingaan. En rond een uur of negen hopen we met elkaar dat af te gaan sluiten.
Er is tijdens deze webinar ook een chat gaande. En deze chat, daar kunt u vragen op stellen. Tijdens die webinar zullen we daarop ingaan. We proberen zoveel mogelijk daar aandacht aan te besteden. Maar het zal niet mogelijk zijn om overal alle vragen te behandelen. Op de website van de gemeente, dat zal niet morgen of overmorgen zijn, maar op de website van de gemeente komt er uiteindelijk wel, die vragen komen daar terug, de meeste vragen althans. En dan gaan we proberen om op een goede manier antwoord op te geven. Nou, we hebben onszelf al voorgesteld, maar we zijn ook heel benieuwd hoe het met u zit. En daarom hebben we even een drietal vragen opgesteld, waar we proberen te achterhalen van, waar woont u en wat is uw leeftijdsopbouw, om even te weten wie we aan de andere kant hebben. En ik zie dat inmiddels de eerste vraag al loopt, en dat is, waar in Wassenaar woont u? En dat kan natuurlijk zijn in Wassenaar Dorp, Wassenaar Zuid, of ja, ik woon helemaal niet in Wassenaar. Het kan ook Kerkhout zijn, Rijksdorp, of de Kieviet Oud Wassenaar. Nou, ik zie inmiddels de poll lopen en ik zie ook de aantallen in percentages verschuiven. En dan zie ik dat ik woon niet in Wassenaar 17% ongeveer is, Wassenaar Zuid 13%. En ik zie dat Wassenaar Dorp op het grootste aantal eigenlijk al is. Dat is eigenlijk wel de grote meerderheid. Er zit nog wel wat verschuiving in, maar het grootste aandeel komt uit het dorp ongeveer 60%. En ik woon niet in Wassenaar, zit zo rond de 20-19%. Nou, dat geeft al een beetje aardig beeld over wie er op dit moment zijn aangesloten. Dus Wassenaar Dorp is goed vertegenwoordigd in ieder geval op deze manier. Misschien kunnen we eventjes naar de volgende vraag. En de volgende vraag, dat is meer van, bent u eigenlijk een bewoner van Wassenaar? Of bent u een ondernemer van Wassenaar? Het kan ook zijn dat u beide bent, hè? Dan zult u en uw onderneming heeft, maar ook woont in Wassenaar. Of het is geen van beide. Nou, ik zie dat een grootste overdeel is bewoner van Wassenaar. En dat zit nu rond ruim 70%. En geen van beide. Dat komt een beetje ook overeen met de vorige vraag. Van het is geen van beide, dus dat is ongeveer 19%. En beiden, dus ondernemer en bewoner, zit zo rond de 10%. Kijk even naar de laatste vraag. En dat is een beetje de leeftijdsopbouw. En dat heeft alles te maken van met welk persoon bent u. Heeft u een jong gezin? Of hebben we met oudere mensen te maken die op andere tijdstippen gebruik maken van die wegen? Nou, ik zie daar ook wel uitspringen dat de grootste groep die daarin vertegenwoordigd is, is de leeftijdscategorie 31-65 jaar. Dat is echt de middencategorie. En dan zit je echt al op 57%. En op de wat oudere mensen zijn ook goed vertegenwoordigd. Welkom ook hier, goed dat u daar ook aan deelneemt. Maar ook het jonger aantal, 18 en 30, is aangeschoven met 5%. Nou, dat geeft al een redelijk beeld van u, en dank daarvoor, van wie we eigenlijk aan de andere kant van die camera hebben zitten. Zoals aangegeven, het is een chatfunctie, daar kunt u uw vragen stellen. En tussendoor proberen we wel daar ook een antwoord op te geven. Een ander is die knelpunten waar we het over hadden, die verkeerssituaties waar we te maken hebben, die knelpunten, waar stroopt het op? Daar hebben we een kleine impressie van gemaakt met een filmpje, dus die willen we graag even met u delen.
Ik denk dat dit een aardige impressie is van ja, het mooie Wassenaar waar we in wonen, met de duinen, strand en de mooie natuur die hier aanwezig is. En het contrast ermee met het ja, de vele verkeer wat daar doorheen gaat. En ja, hoe ga je dat nou in balans brengen? Nou, daar is ook een van de redenen waar dit verkeersonderzoek gestart is, om dat beter inzicht te krijgen. En nou, waar we nu staan, daar zal Thomas zich wat meer inzicht in geven via een kleine presentatie. Ja, dankjewel Fred. Ja, wij zijn begin van dit jaar gevraagd door de gemeente Wassenaar om een onderzoek te gaan doen naar de verkeerssituatie in Wassenaar. Nou, we hebben daar een plan van aanpak voor opgesteld en eigenlijk het belangrijkste doel van ons onderzoek is om de balans in Wassenaar weer te krijgen tussen het vraag en aanbod van het verkeer. We hebben daar een onderzoeksvoorstel voor geschreven en ons onderzoek is eigenlijk opgedeeld in twee fases, waarbij we in de eerste fase met name de analyse zullen gaan doen van de verkeerssituatie en in de tweede fase op zoek zullen gaan naar oplossingen en de maatregelen die daarbij horen. Nou, in die eerste analysefase is het eigenlijk van belang dat we zoveel mogelijk alle gegevens die er zijn boven tafel krijgen, zodat we ook een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen van de verkeerssituatie. Dus we gaan kijken naar historische data, we gaan kijken naar de verkeerssituatie vandaag de dag. We gaan ook kijken naar de toekomst, wat brengt 2030 en 2040 ons wat betreft de autoverplaatsingen. En daarnaast willen we ook heel graag weten wat er speelt in Wassenaar. Nou, de meeste van die zaken konden we begin van dit jaar goed uitvoeren. En we stonden eigenlijk helemaal klaar en gesteld om een kentekenonderzoek uit te gaan voeren in Wassenaar. Dus we hadden op alle ingangen van Wassenaar gepland om de camera's op te hangen, kentekens te registreren en ook goed te kijken waar gaan mensen nou naartoe en waar verlaten ze ook Wassenaar weer. Maar ja, toen kwam helaas corona om de hoek kijken en gingen we eigenlijk in een complete lockdown. Dat was zo'n beetje in maart, dus moest eigenlijk ons hele onderzoek omtrent het kentekenonderzoek eigenlijk overboord. Dus daar hebben we inmiddels een alternatief voor gevonden en we gaan proberen om eigenlijk zoveel mogelijk beeld te krijgen bij de herkomst en bestemmingen van het verkeer op basis van zogenoemde floating car data. En floating car data is eigenlijk data die we halen uit de navigatiesystemen en mobiele telefoons van mensen die dagelijks deelnemen aan het verkeer. Dan moet je denken aan de TomToms en aan de Apples die allemaal constant GPS-signaal afgeven en eigenlijk elke keer registreren waar mensen zijn, waar mensen naartoe gaan en waar ze vandaan komen. Nou, dat gebeurt allemaal volledig anoniem, wordt allemaal geanonimiseerd opgeslagen, maar wij kunnen dus wel zien waar bijvoorbeeld in november 2019, waar we in dit geval naar gaan kijken, de mensen dus eigenlijk naartoe gingen, waar kwamen ze vandaan en welke route hebben ze afgelegd. En dat is voor ons onderzoek heel belangrijk, omdat we dan ook goed beeld kunnen krijgen van welk verkeer bevindt zich nou in Wassenaar. Hoeveel procent van het verkeer komt nou van buiten en moet in Wassenaar zijn? Hoeveel procent van het verkeer rijdt eigenlijk door Wassenaar en maakt gebruik van de Wassenaarse wegen, maar heeft geen bestemming in Wassenaar? En hoeveel verkeer blijft er eigenlijk binnen Wassenaar rijden zonder het dorp te verlaten? Nou, dat is allemaal hele interessante informatie om eigenlijk op een gegeven moment ook een goed beeld te kunnen krijgen bij hoe het verkeer in Wassenaar zich gedraagt. Dus enerzijds gaan we op zoek naar eigenlijk de herkomst en bestemmingen van het verkeer. En aan de andere kant gaan we ook in de eerste fase heel goed kijken naar het vraag en aanbod. En vraag en aanbod van wegen zien wij dan eigenlijk meer als hoeveel verkeer zou je op een weg willen laten rijden en hoeveel verkeer rijdt er nou op een weg. Op een 30 kilometer weg met vrijliggende fietspaden mag je ietsje meer verkeer laten rijden dan bijvoorbeeld als de fietsers op de rijbaan zitten, als er veel overstekende kinderen zijn. En daar moet je altijd op zoek gaan naar de juiste balans eigenlijk tussen hoeveel verkeer rijdt er en hoeveel verkeer zou je er willen laten rijden. Nou, ook daar gaan we uitgebreid onderzoek naar doen, gaan we in beeld brengen voor de belangrijkste wegen in Wassenaar, zodat we ook samen met de gemeente straks ook kunnen kijken hoe we die balans weer op orde kunnen krijgen eigenlijk. En ja, als laatste van die analysefase gaan we ook op zoek naar de knelpunten. En gaan we dus ook op zoek eigenlijk naar wat de Wassenaar er eigenlijk ervaart als knelpunten. Wat wij heel graag willen weten is, waar staan nu de knelpunten, waar ervaren mensen nu de knelpunten? Zodat we ook een goed beeld krijgen en eigenlijk niet alleen maar kijken naar hetgeen wat de harde verkeerscijfers zeggen. Maar dus ook heel duidelijk naar hoe mensen het ervaren en hoe mensen eigenlijk zelf tegen de situatie aankijken. Nou, er is vanavond natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. We hebben eerder al met een vertegenwoordiging van een aantal mensen uit Wassenaar wat informatie met elkaar uitgewisseld. Nou, daar zal ik straks ook nog wel wat meer over vertellen. En eigenlijk moet dat allemaal tezamen
eigenlijk gaan leiden tot een zo goed mogelijk beeld. En dat is ook eigenlijk de afronding van fase 1, die we dus ook willen afronden eigenlijk met een volledig, compleet beeld van de verkeerssituatie van Wassenaar nu en eigenlijk ook in de toekomst. Ja. Nou, vervolgens gaan we dan eigenlijk verder naar de volgende fase. En in de volgende fase willen we dus heel graag op zoek gaan eigenlijk naar de maatregelen en de oplossingen die daarbij horen. En daar is het ook weer van belang dat we goed gaan kijken van wat is het effect van die oplossingen, wat gaat het resultaat zijn van die oplossing en gaat die oplossing ook bereiken wat we zouden willen dat het gaat bereiken. Nou, daar hebben we een aantal manieren voor waarop we dat gaan doen. En een van die manieren die we dat gaan doen is dat we een verkeersmodel gaan maken waarin we gaan proberen zo goed mogelijk de situatie na te bootsen zoals die nu is. Nou, dat kunnen we natuurlijk doen omdat we in de eerste fase heel veel informatie hebben opgehaald. En in de tweede fase gaan we dan eigenlijk samen met de klankbordgroep ook weer kijken welke maatregelen zijn nou nodig om eigenlijk de hele verkeersbeeld en de verkeerssituatie in Wassenaar weer kloppend te krijgen met zoals we zouden willen dat die gaat worden. Ja. Dankjewel Thomas en Helder. Er zijn inmiddels ook wat vragen binnengekomen, ook voor jou. En ik zie onderstaan, van wat is uw definitie van sluipverkeer? Nou, dat vind ik wel een hele leuke vraag. Want eigenlijk, sluipverkeer, zeggen we tegenwoordig, is eigenlijk, ja, dat bestaat eigenlijk niet meer. Maar we praten tegenwoordig over ongewenst verkeer. Het is namelijk ontzettend lastig om te definiëren wanneer iemand nou wel of wanneer iemand dan geen sluipverkeer is. Het is vaak veel belangrijker om goed te kijken van, is die auto die daar rijdt, wil je ook dat die auto daar rijdt? En ongewenst verkeer, iemand die bijvoorbeeld vanuit Den Haag naar Katwijk wil, kan prima over de A4 rijden, maar kan ook over de N44 rijden, maar kan ook door Wassenaar heen gaan. Nou, de een zal zeggen het is sluipverkeer, de ander zal zeggen ja, het is eigenlijk verkeer wat we niet in het dorp willen hebben, maar juist naar die N44 willen brengen. Dus vandaar dat wij eigenlijk zelf nooit meer praten over sluipverkeer, maar echt over ongewenst verkeer. Oké. Ik zie ook nog een opmerking en daar staat heerlijk, Wassenaar is niet zomaar een dorp, maar binnenkort een 30 kilometer dorp. Ja, dat is heerlijk Wassenaar, daar kan ik wel helemaal in vinden, want het is inderdaad ook niet voor niets een van de beste woongemeenten van Nederland. En mensen komen hier graag wonen. Een bijzonder dorp met heel veelzijdig. Maar 30 kilometer, is dat haalbaar? Nou ja, het is natuurlijk heel recent op dit moment. Er is natuurlijk een motie aangenomen in de Tweede Kamer een aantal weken geleden, waar dat ook in voorgesteld wordt, hè, om alle wegen binnen de bouwde kom van 50 om te gaan bouwen naar 30 kilometer per uur. Ik denk dat we wel toegaan naar het nog beter inrichten van de wegen en met name ook afstemmen op de functie die je in een weg wilt geven. Of dat altijd binnen de bouwde kom 30 kilometer per uur moet zijn, nou, dat zal de tijd denk ik uit gaan wijzen, want ik denk dat er genoeg wegen zijn die op dit moment ingericht zijn als 30 kilometer per uur, of in ieder geval het bordje 30 kilometer per uur waar geen 50 wordt gereden. Maar andersom zijn er ook 50 wegen waarvan we eigenlijk met z'n allen al weten dat ze 30 zouden moeten zijn. Dus ik denk dat die balans tussen 30 en 50, dat je die wel altijd zou moeten blijven houden, maar dat je goed moet kijken wat je wil met de weg en hoe je ermee omgaat. Oké, ja, ik hoorde ook, dat zijn altijd afwegingen, het zijn belangafwegingen. En dan kijk ik ook naar de wethouder. Want uiteindelijk belangafwegingen, dat is iets wat de politiek ook over gaat besluiten, belangafwegingen. Hoe kijk je tegen zo'n 30 kilometer dorp? Nou, eigenlijk zoals Thomas al zei, het is wel een onderwerp wat nu heel erg speelt. En ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om dat op gedeeltes in te voeren. Maar je moet wel het draagvlak hebben van de gebruikers van de weg om zich daar ook aan te houden. Ik denk dat het slechtste is dat wij met z'n allen besluiten om toch die 30 kilometer zone in te richten, in te richten. En dat men daar dan niet aan houdt. Want dan hebben we verschillende verwachtingen. En ik denk dat we goed met elkaar erover eens moeten zijn, als we 30 kilometer gaan doen, dat we daar met z'n allen ook aan gaan houden. Dankjewel. Ja, er is aangegeven dat er inderdaad nog met name inventariseren zijn op dit moment. Dat is de fase waar we nu in verkeren. En daar is ook niet alleen het meten van cijfers, maar ook de ervaringen van u eigenlijk belangrijk. Want als ervaringsdeskundige van de wegen van Wassenaar kunt u ook aangeven van wat zijn uw ervaringen. Je meldt het in de chat en daar proberen we zoveel mogelijk ook om antwoord te geven. Ja, inmiddels zijn we ook doorgegaan in het programma en wil ik
eigenlijk overschakelen naar onze, onze gast eigenlijk vandaag ook. En dat is Marco de Broemelstroet. Hij is al even ik heb inmiddels zijn boek gelezen. En zijn visie en beeld op verkeer, dat kan, tenminste, heeft mij wel wat ogen geopend. En ik ben ook heel benieuwd nu wat hij ons te vertellen heeft. Marco, van jou. Je verrast me een beetje. Ik ga helemaal naar het begin. Ik zat de chat te lezen. En al heel veel interessante dingen. Ik hoop dat ik daaraan kan bijdragen. Ja, we hebben ons namelijk aangeleerd, en dat zie ik eigenlijk ook in het gesprek tot nu toe, om over onze straten te denken als plekken die er vooral in eerste instantie zijn voor het doorrijden van het verkeer. En we richten daar onze openbare ruimte eigenlijk helemaal voor in. Overal waar je kijkt, wordt ons landschap bepaald door infrastructuur en het bijbehorende lawaai en vieze lucht. Maar ook in onze eigen straten. 3 miljoen parkeervakken in de Randstad. Keer 10 vierkante meter. Reken het maar uit. En zo wordt het nadenken over Wassenaars openbare ruimte al snel een vraagstuk van verkeer. Lees autoverkeer. Van sluipverkeer. Opstropend verkeer. Van knelpunten, van herkomsten en bestemmingen. En gaat het vooral over auto's, maar niet over alle andere dingen die de straat ook kan zijn. Ik neem jullie kort mee in hoe dit zo gekomen is en hoe we hier weer uit kunnen gaan komen. En ik vergeet nu weer mijn slides te delen. Nu zie ik het zelf ook op tijd. Ja, dus deze slide was nog leeg, dus dat maakt het wel. Voordat ik zeg, ik ga jullie meenemen. Inderdaad, gebaseerd op het boek Het Recht van de Snelste. En ik ben ook heel blij om hier te zijn, omdat uiteindelijk inderdaad, zoals net al werd gezegd, dat het vooral een vraagstuk is van de wethouders om belangenafwegingen te maken. En dan is het extra fijn om te merken dat in Wassenaar een wethouder verkeer en vervoer heel erg open staat om dit gesprek aan te gaan met jullie. Oké, hoe zijn we zo hier gekomen? Nou, ik eventjes kort wie ik ben. Ik ben Marco de Broemelstroet. Ik woon in Ede, dus midden in Nederland, in een fantastisch oud cultuurhistorisch oud fabriek, de Enka-fabriek. In een Natura 2000 gebied, dus een beetje vergelijkbaar in die zin. Natuur direct om ons heen. Aan een intercity station met 16 intercities per uur. En toch is onze wijk ook gedomineerd door geparkeerde auto's in de openbare ruimte. En midden in die wijk staat het oude kantinegebouw. En in het oude kantinegebouw gaan de komende 40 jaar onze kinderen opgroeien. Want dit oude kantinegebouw wordt herbestemd en wordt eigenlijk de basisschool van de wijk. Dus, kinderen in de wijk gaan midden in die wijk. Hè, als je teruggaat naar het vorige beeld. Hier midden in de wijk zien we dat oude kantinegebouw staan. Die gaat dan naar school. Dus het oude kantinegebouw wordt onze nieuwe basisschool. En wat valt dan op als je naar het plan gaat kijken? Dit is wat we dan voorgeschoteld krijgen als buurtbewoner. Het ontwerp van de buitenruimte van het kantinegebouw. Dat grijze vlak hier zo, dat is het kantinegebouw, dat is de school. We hebben die zwarte pijl, gaan de kinderen naar binnen en naar buiten. En het gele stuk is het schoolplein. Dat is een verdiepte betonnen bak. En zoals je hier kunt zien is die bak 755 vierkante meter. Nou, er gaan naar deze school, naar alle schattingen gaan er minimaal 250 kinderen. En die school die stevend nu zelfs af op veel meer. Want we zijn in Ede, de Bijbelbelt, dus je kan je voorstellen hoeveel kinderen hier geboren worden. Maar dat betekent nu al dat we hier spreken over 3 vierkante meter per kind. Dat is de buitenspeelnorm. 3 vierkante meter per kind. De norm voor een vrije uitloopkip is 4 vierkante meter per kip. Dus wij mogen onze eieren pas verkopen als vrije uitloopeieren als een kip minimaal 4 vierkante meter buitenruimte heeft. Dus onze kinderen krijgen minder buitenspeelruimte dan we onze kippen gunnen. Hoe kan dat? Hoe is deze plofkindnorm eigenlijk tot stand gekomen? En natuurlijk belangrijkst, wat kunnen wij daaraan doen? Dat heeft alles te maken met taal. Taal is namelijk geen spiegel van de werkelijkheid, maar vormt in sterke mate wat we zien, wat we niet zien en welke werkelijkheid we daarmee creëren. De taal die we net hebben gehoord over herkomsten, bestemmingen, sluipverkeer, over gebruikers, over floating car data enzovoort enzovoort. Die taal is een versimpeling van de werkelijkheid en die bepaalt in sterke mate wat we wel en niet zien. En dat is per definitie zo, dat is bij alle taal zo. Er zijn 6000 talen op de wereld, worden er gesproken. En iedere taal is altijd per definitie een versimpeling van die werkelijkheid. Maar dat kan een probleem worden. Het is uit het boek van James Scott, Seeing Like a State, beschrijft James Scott hoe dat tot een probleem kan leiden. En dat probleem ontstaat eigenlijk als we die versimpeling voor lief gaan nemen en als we daaruit gaan besturen. Dus aan de linkerkant zien we hier een bos. Dat is een complex bos.
intens complex ecosysteem met allerlei dynamische feedback loops die honderden, duizenden, miljoenen jaren tot stand zijn gekomen. Daardoor een habitat voor allerlei flora en fauna en eigenlijk allerlei verschillende doelen dient dat bos. Maar vanaf het einde van de 18e eeuw wordt het bos steeds meer bekeken door de lens van de wetenschappelijke bosbouw, scientific forestry. En het had een goed startpunt, want op dat moment was er enorm behoefte aan hout. Hout was een enorm belangrijke bouwstof, grondstof en brandstof. En degene die zo'n bos bezit, die wilde dus heel graag kijken naar hoe kan ik eigenlijk zoveel mogelijk hout uit mijn bos halen. Nou, daar bedacht de wetenschappelijke bosbouw bedacht daar een woord voor, dat heette de normaalbaum, de standaardboom. De boom die het beste eigenlijk hout produceert in de kortste tijd, het meest efficiënt is. Dat is de taal, dat is de spiegel van de werkelijkheid. Dus op die manier kun je naar je bos gaan kijken en kun je advies gaan geven aan de bezitter van het bos. Maar op het moment dat die bezitter hele grote delen van het bos heeft, hè, laten we zeggen het staatsbosbeheer, dan kan die eigenaar het bos steeds meer en meer en meer gaan inrichten naar die versimpeling. En dan gaan we hier naar de rechterkant. Dan zien we het productiebos. Dat zijn bossen die je nu overal in Europa kunt tegenkomen. En het productiebos is dus helemaal gevormd naar die versimpeling van die normaalboom. Alle bomen in een rijtje, allemaal hetzelfde jaar geplant, van dezelfde soort, optimaal voor houtproductie. En dat is natuurlijk funest voor allerlei andere doelen. Voor allerlei flora en fauna. Voor het kleine struikgewas. Voor vogels, voor insecten, voor klein wild. En uiteindelijk blijkt zelfs dat die versimpeling leidt tot een afname van de efficiëntie van houtproductie. Omdat dit bos ontzettend kwetsbaar blijkt te zijn voor allerlei zaken die we buiten beschouwing hebben gelaten. Bijvoorbeeld het weer, maar ook ziektes. Deze bossen blijken nu eigenlijk, nadat we al die bossen hebben gevormd in dit beeld, blijkt eigenlijk helemaal niet zo'n briljant idee. Hey, ik ga een experiment proberen, dus daarom zat ik net ook te kijken. Ik ga jullie vragen in de chat. Ga ik jullie vragen van wat jullie hier zien. Dus ik stel de vraag. En dan mogen jullie typen. Dus wat zien jullie hier? Als het goed is, ja, de vraag die zien we nu in de chat. Dus wat zien jullie hier? Hoe beschrijven we dit? Want versimpeling passen we overal toe. In onze professionele taal, in onze wereldbeelden, in de doelen die we ons stellen. Het paradigma van mobiliteit. Ik zie nog niks voorbij komen. Maar wat ik vaak hoor als ik dit aan zalen van mensen vraag, is dat de luidruchtigste mensen, althans, die roepen snel, dit is een hert dat de weg oversteekt. En dat is een perfect valide manier om te beschrijven wat we hier zien. Maar op die manier dit beeld beschrijven, leidt wel toe dat we bepaalde problemen en bepaalde oplossingen over gaan nadenken. Dus taal heeft drie kenmerken, kunnen we nu stellen. Het is een versimpeling van de werkelijkheid. Daar liggen keuzes onder. Die keuzes die zijn dus die zijn betwistbaar. Daar zouden we politiek over moeten kunnen twisten. En die keuzes zijn performatief. Dus die leiden uiteindelijk tot een werkelijkheid die we gaan vormen na die versimpeling die we hebben gekozen. Maar inderdaad, een aantal mensen schrijven, je zou ook kunnen zeggen, het is een weg door de natuur heen. Dus jullie hebben de achterflap van het boek al gelezen of deze presentatie. Of jullie zijn gewoon heel slim, dat kan natuurlijk ook. Het wordt natuurlijk spannender op het moment dat de situatie ingewikkelder wordt. Ik kan nu dezelfde vraag stellen van wat ziet u hier? En dan krijgen we heel vaak ook weer uit de zaal terug, we zien hier een kind dat de weg probeert over te steken. Dat is eigenlijk de eerste wat je te binnen schiet vaak. En dan zijn de verkeerskundigen die zeggen, ja, dat kind heeft ook nog voorrang, want het is een zebrapad en het licht staat op groen. Maar bedenk dat de manier waarop we deze situatie beschrijven heel erg bepalend is voor hoe we dit probleem wat we hier zien gaan benaderen. Dus de taal waarmee we naar onze mobiliteit en onze straat kijken, lijkt een rotsvast gegeven gebaseerd op objectieve feiten en getallen en data en files en woorden. Maar dat is dus het resultaat van keuzes die we hebben gemaakt om die werkelijkheid te beschrijven. En die keuzes die zijn ooit gestold. Dat is ongeveer 100 jaar geleden gebeurd, in de jaren 20 van de vorige eeuw. Toen was het 10 jaar lang ontzettend vloeibaar. Toen werd er heel veel gesproken over wat we met die straat wilden. En na 10 jaar werd dat beslecht en begon het stollingsproces. Dus de keuzes van die taal die werd opgenomen in standaarden, in richtlijnen, in verkeersmodellen en uiteindelijk in instituties. 100 jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat wij een wethouder verkeer en vervoer zouden hebben. Bestond gewoon helemaal niet. Vervolgens stolt het in technologieën, in asfalt en beton, in ontwerprichtlijnen en uiteindelijk in onze verbeelding. De taal die stolt in wat we nog wel en wat we niet kunnen zien. We gaan het voor lief nemen en we zien niet meer dat er ook andere manieren van kijken zijn. Maar die zijn er wel en daar zit onze ontsnapping. Dus waar komt dit eigenlijk vandaan?
Nou, moeten we even heel kort terug, 100 jaar terug in de tijd. 100 jaar terug was die straat ook zo'n complex fenomeen, net als het bos. Dit is een plaat uit de jaren 20 in een Amerikaanse stad. En dan zie je eigenlijk dat er van alles en nog wat gebeurt in New York op die straat. Hè. Die straat is een plek waar wordt gespeeld. Die straat is een plek waar wordt gehandeld. Die straat is een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het is een soort openbare ruimte waar van alles en nog wat gebeurt. En er moeten ook mensen doorheen. En dat complexe ecosysteem werd op allerlei plekken op verschillende manieren ingevuld. Totdat dat dus onder druk kwam te staan. En dat gebeurde in de jaren 20 van de vorige eeuw. Namelijk door de massale opkomst van de automobiel. De industriële productie van de auto zorgde er letterlijk voor dat dit nieuwe fenomeen botste met de manier waarop we naar de taal, naar de straat keken. We hadden een nieuwe taal nodig. We moesten op dat moment, was er een crisis namelijk. Er kwamen echt duizenden en duizenden kinderen om het leven. Omdat zij op straat speelden en mensen daar dus snel en gemotoriseerd doorheen wilden gaan. En in eerste instantie was dat een vraagstuk van rechtvaardigheid. Totaal onacceptabel. Zelfs de auto-industrie zei van ja, dit is geen werkende innovatie. Moeten we niet willen met z'n allen. Maar in 10 jaar tijd, dat is een fantastisch boek, Fighting Traffic van Peter Norton overgeschreven. In 10 jaar tijd werd dat vraagstuk een vraagstuk van efficiëntie. Hoe kunnen we die straat efficiënt inrichten? En dan ontstaat er wat Peter Norton noemt interpretive closure. Het stollingsproces begint. De verkeerskunde wordt uitgevonden. De verkeerskunde bestond namelijk helemaal niet. In deze tijd was die straat letterlijk en figuurlijk de restruimte tussen de gebouwen. Daar was niemand verantwoordelijk voor per se. Daar was geen eigen afdeling voor bij de gemeente. Die werd dus uiteindelijk bedacht in reactie op deze crisis. Dus de verkeerskunde werd bedacht om een nieuwe taal te ontwikkelen voor die straat. Nou, dat paste in die tijd heel goed. Hè. Dat was het idee, de tijdsgeest van die stad als een soort van machine, die je van boven, een puzzel die je van bovenaf als wetenschapper kon bekijken. Dat is Le Corbusier die hier naar zijn La Ville radieus kijkt. De stad als een vraagstuk voor de wetenschapper, bekeken van bovenaf. Waar de straat alleen nog een verdeelstation is om mensen zo efficiënt mogelijk van A naar B te verplaatsen. Van herkomsten naar bestemmingen. En waar het comfort van de automobilist centraal staat. En daar hebben we de parkeerrichtlijn aan te danken en de parkeernorm. Het prachtige Wassenaar is midden in een grote machine beland. Van allerlei pijpleidingen die mensen heen en weer schieten van allerlei A's naar allerlei B's. En dat stolt vervolgens. Dus wat we hier zien, en wat je ziet als je naar de straat kijkt, als je nu naar buiten zou kijken, is wat je ziet is een gestolde taal die we 100 jaar geleden zijn gaan spreken. En twee hele belangrijke dingen die ik daaruit wil lichten, is de taal van de mens als homo economicus. In de verkeerskunde is de mens een egoïstisch calculerend individu die zijn of haar eigen nut maximaliseert. Dat zit in al onze modellen opgesloten. Onderweg zijn is een afgeleide vraag, een disnut. Het nut is om op A of op B te zijn. En daarom wordt reistijdwinst voor onze beleidsmakers automatisch de heilige graal. Als we die tijd toch kunnen reduceren, dan hebben we het er allemaal gewonnen. En daarom hoort u iedere half uur op iedere radiostation de filemeldingen. Zelfs op eerste kerstdag. En het valt ons niet eens meer op. In het filmpje van net zien we allemaal stilstaande auto's en we denken direct dat dat meteen een probleem moet zijn. Dus dat komt vanuit het idee dat de mens een homo economicus is. Twee, is dat leidt automatisch tot dat iedere interactie een conflict is. Want je kan niet onderhandelen als je egoïstisch calculerend individu bent. Dus dat moet je gaan regelen. Dus de verkeerskunde bedacht een conflictvrije kruispunt. Waarbij verkeerslichten, de VRI, de verkeersregelinstallatie, zorgt dat wij met elkaar of niet hoeven te onderhandelen. En elkaars conflicten kunnen vermijden. Iedereen heeft zijn eigen plekje gekregen. En een externe technologie bepaalt het voor ons. En drie, tenslotte, die wegen zijn vooral efficiënte pijpleidingen. En dat heeft te maken met de eerste verkeerskundigen kwamen vooral uit de waterhuishouding. Daar haalden we mensen vandaan om naar die straat te gaan kijken. Dus die straat wordt een soort pijpleiding om mensen efficiënt van A naar B te verplaatsen. En alles moet daarvoor wijken. Mensen mogen niet zomaar meer oversteken. We krijgen zebrapaden. Als je buiten loopt, ben je een voetganger. Je neemt deel aan het verkeer en je hebt je daarna te gedragen. Onze kinderen krijgen veiligheidsinstructies als ze 4 jaar oud zijn. Moet je voorstellen. En ze krijgen hun eigen speelplaatsen. Want ja, je mag niet meer spelen op de weg. Snelheid en comfort worden de bepalende ontwerpvariabelen. Oké, dit zou een heel nare lezing zijn als het niet hoopvol was. Want als die taal zo bepalend is en daar keuzes onder liggen, dan kunnen we die keuzes ook veranderen met elkaar. En dat vind ik zo mooi aan het voorgesprek ook wat ik had met de wethouder. Is dat kunnen we gaan doen. We kunnen het gewoon vandaag al gaan doen. We kunnen anders gaan nadenken en daarmee andere toekomsten creëren. De keuzes van metaforen en taal worden opgenomen in standaarden. Het stolt.
in de parkeerrichtlijnen van CROW, in de parkeernormen van gemeentes, in onze ideeën over sluipverkeer. Als de stalling compleet is, ontstaat het risico van een radicale monopolie. We zien niet meer dat er ook een andere manier van kijken is. We nemen het voor lief. Dat leidt tot conceptuele luiheid, waardoor we telkens met dezelfde manier van kijken dezelfde problemen proberen op te lossen. Maar dat hoeft dus niet. En taal geeft ons de kans om te ontsnappen. In veel domeinen zijn die keuzes naar de achtergrond verdwenen. En mobiliteit is daar een voorbeeld van. Maar, dat is mijn pleidooi, die keuzes verdienen onze aandacht. Want hoe je dit plaatje framet, bepaalt ons denken in problemen en oplossingen. Steekt het hert de weg over of loopt de weg door zijn of haar leefgebied? En omdat die onderliggende gestolde keuzes bepalen hoe onze openbare ruimte eruit ziet, de kwaliteit en invulling van onze leefomgeving en hoe we daar met elkaar verkeren, maakt dat het ontzettend belangrijk is om daar met elkaar over na te gaan denken. Die keuzes bepalen onze problemen, onze oplossingen en de toekomst van Wassenaar, de toekomst van stedelijke mobiliteit. Dus gaan we proberen om dit kind zo veilig mogelijk door deze auto-omgeving te krijgen? Of kunnen we dit ook omdraaien? Zijn het eigenlijk allemaal volwassenen die gekleed in een auto van 2000 kilo proberen door de omgeving van het kind te rijden? En wat gebeurt er als je dat doet? Dat is conceptuele lenigheid. En dit kunstwerk laat dat wat mij betreft heel mooi zien. Dit is van Michael Murphy. En in eerste instantie kijken wij met z'n allen nu, ik hoop dat u het ziet, naar de kaart van Amerika, gebouwd uit wapens. En wat Michael Murphy laat zien is, nee, we kijken niet naar een tweedimensionaal object, we kijken naar een driedimensionaal object. En wat hij laat zien is, op het moment dat je leert om daar omheen te lopen, om te zien dat je conceptuele luiheid om kan zetten in conceptuele lenigheid, kun je ontsnappen uit het productiebos en krijgen we betere greep op het complexe bos. Kijk, nu zijn we hier. Nu zien we ineens iets heel anders in hetzelfde object. We zien een pistool. En conceptuele lenigheid betekent dat we niet met elkaar gaan discussiëren of dit een betere lens is dan dat. Het gaat om het proces van het met elkaar heen en weer gaan lopen. En kijken, zijn er ook andere manieren? Is er een andere taal denkbaar om naar openbare ruimte te kijken? Terug in Ede. Terug naar mijn wijk. Want hoe is die wijk tot stand gekomen? Nou, dat begint ook met het idee van besturen is versimpelen. Dus in eerste instantie gaan we naar deze wijk kijken als bijna als een soort legbatterij. En dit is een kaart die ik hoop velen van jullie niet herkennen. Dit is de parkeerbalans. En de parkeerbalans wordt een allesbepalende mal als we wijken gaan bouwen. Omdat een van de bepalende experts die aan tafel zit aan het begin van zo'n wijk is de verkeerskundige. En die krijgt de opdracht om te zorgen dat iedereen zijn of haar auto kan parkeren. En geeft daar dus naar zijn of haar beste mogelijkheden een antwoord op. Dit is de parkeerbalans. Naast een intercitystation in een Natura 2000 gebied hebben we 1,7 autoparkeerplaatsen per woning in de openbare ruimte. 1300 woningen, 2000 parkeerplekken. 5 voetbalvelden aan ruimte die je nergens anders meer voor kunt gebruiken. Niet voor groen, niet voor ruimte voor fietsers, niet voor ontmoeten, niet voor spelen. Opslag van privaat blik in de openbare ruimte. Hebben we wel de goede vraag gesteld? En hier, bij de school. Alle stakeholders zaten aan tafel en dit werd gepresenteerd als, ja, dit is wat eruit komt. De verkeerskundige keek naar de school, de aantallen, de standaardindicatoren van het CROW. En op de vraag, hoe krijgen we kinderen zo veilig mogelijk tussen de auto's van ouders door naar school, was het logische antwoord een kiss and ride. Dus we kijken naar het gele gebied en vragen ons af hoe dat kwam. Maar we moeten eigenlijk kijken naar het blauwe en het paarse gebied. 1100 vierkante meter werd weggegeven aan het comfort van de automobilist voor 5 minuten per dag. Het voldoet aan alle normen, maar aan geen enkele wens. En wij vroegen als buren en ouders aan onze wethouder om de vraag te veranderen. Wat is eigenlijk de wenselijke rol van de auto in de omgeving van het kind in de komende 50 jaar? En toen we die vraag veranderden, mochten we dit gaan ontwerpen. En daar zitten we nu middenin. Wat een ruimte win je dan terug. Het enige wat we hebben gevraagd aan ouders is, kom alsjeblieft niet met de auto. En als je met de auto moet komen, parkeer die dan op afstand. 95% van de ouders geeft aan dat ze nu niet meer met de auto kwamen en dat anders misschien wel hadden gedaan. En kijk wat je terugkrijgt. Ruimte om te spelen, om te ontmoeten. Ruimte voor groen. Ruimte ook voor kinderen om zelfstandig naar school te gaan in een veilige omgeving. De manier waarop we met z'n allen naar de straat kijken bepaalt wat we wel en wat we niet zien. Dus ook vandaag zit er weer een verkeerskundige aan tafel en niks tegen de verkeerskundige. Maar waar is de ecoloog? Waar is de pedagoog? Waar is de socioloog? Waar zijn alle andere domeinen?
Want daarmee bepalen we ook welke toekomst we meer en minder mogelijk maken. Wat vinden jullie belangrijk voor de Wassenaarse straten? Dat iedereen er makkelijk doorheen moet kunnen rijden en overal met de auto bij moet kunnen komen? Of dat het toegankelijke speelruimte kan zijn voor gezonde en autonome kinderen, meer ruimte voor ontspanning en ontmoeting en enige afstand tot ons favoriete vervoersmiddel? Geen 30 kilometer dorp, maar een kindvriendelijk dorp. U mag het zeggen. Nee, u moet het zeggen. En zoals wij in ons boek Het recht van de snelste beschrijven, daarvoor is het niet alleen genoeg om onze antwoorden te veranderen en het is ook niet genoeg om alleen onze vragen te veranderen. Wat nodig is, is het ter discussie stellen van onze onderliggende wereldbeelden. Als we dat niet doen, blijven we vastlopen in dezelfde patronen. Ook na de coronacrisis. Dank jullie wel. Oké, dank je wel, Marco. Ik denk dat het weer een hele mooie kijk is op hoe we met verkeer en überhaupt over hoe we met elkaar leven. Ik zag net al in de chat iets langskomen van het woord verkeer komt voort uit verkering, omgang met elkaar. En ik denk dat dat ook wel een raakvlak heeft met wat jij nu aan het vertellen bent. Ja, en wat ik altijd een beetje op hoop is dat een aantal mensen nu zich iets ongemakkelijker voelen in het komende gesprek. Hè? Want we gaan nu heel veel woorden gebruiken en dat ongemak moeten we gewoon toelaten. Dat is prima. Het is ook helemaal niet nergens als iemand zegt iets verkeerds. Maar als we iets ongemakkelijker omgaan, ik denk zelf, ik zat net ook al te denken, bedenk maar eens elke keer net als het woord verkeer viel, wat eigenlijk autoverkeer bedoelt. Laten we dat gewoon zo noemen. Laten we gewoon zeggen, het gaat over autoverkeer. Onwenselijk autoverkeer en niet onwenselijk verkeer. Of hebben we ook last van sluipfietsers? Ik heb geen idee, het zou kunnen. Dus dingen gewoon goed leren benoemen, met elkaar iets ongemakkelijker voelen over die taal. Dat is conceptuele lenigheid. Of tenminste, dat is een eerste stapje naar conceptuele lenigheid. En dan is het aan de wethouders en de politieke partijen om het eens een keer radicaal oneens te zijn over de toekomstbeelden van de stad. Marco, een vraagje. Je had ook een metafoor net naar waterleidingen, hoe verkeer gezien wordt. Je hoort ook wel eens de vergelijking met een waterbed. Hè? Bijvoorbeeld in jouw voorbeeld van we gaan dat parkeerterrein voor die school gaan we opheffen. En we gaan dat aan de schoolhef maken. Maar waar gaan die auto's dan naartoe, is dan de vraag. Hoe zie jij dat? Ja, ik ben nu super gevoelig voor woorden. Hè? De auto's gaan nergens heen. Het gaat over de automobilisten. maar het is heel boeiend dat in de... Dat kun je ook aan de verkeerskundige aan tafel denk ik vragen. Dus er zijn heel veel modellen die wij aanleren. Als je verkeerskundeopleiding in Windesheim doet bijvoorbeeld, dan krijg je het vierstapsmodel uitgelegd. En in die modellen is inderdaad heel veel van de begrippen zijn uit de natuurkunde afkomstig. Bijvoorbeeld het zwaartekrachtmodel. Iedere verkeerskundige kan je daar alles over uitleggen. En inderdaad wordt heel vaak gedacht daardoor als verkeer als water. En dat moet blijven stromen. Dat is eigenlijk een soort logische gevolgtrekking daarvan. Dat bevragen wij in het boek. Is dat wel zo? Moet dat altijd blijven stromen? En is het niet de beste manier om tegen files te werken? Is dat niet juist die file? Dat is een soort zelfregulerend systeem. En wat we zien, en dat is meer een antwoord op je vraag. Wat we zien is dat verkeer en autoverkeer zich eigenlijk heel erg gedraagt als een gas en niet als water. Dus op het moment dat je het minder ruimte geeft, is er ook minder van op de weg. En dat heeft eigenlijk te maken met dat we eigenlijk al 40, 50 jaar dat autobezit en gebruik enorm subsidiëren met z'n allen. We maken het eigenlijk veel goedkoper dan de kosten die we afwentelen op de maatschappij. En dat betekent, dus met alles wat je subsidieert, het is trouwens een vind ik altijd heel opvallend dat de VVD op landelijk niveau daarvoor pleit. Terwijl het gaat eigenlijk tegen de marktwerking in. Hè? Je moet de juiste prijs vragen voor een product. Dat zou een liberale gedachte zijn. En nu verkopen we eigenlijk autoverkeer onder die prijs. Nou, op het moment dat je, dan blaas je dus de vraag op. En dan zitten we nu in Nederland met 9 miljoen auto's. Op het moment dat je de daadwerkelijke prijs zou vragen. Dus dat is in Nederland is dat geschat op 21 miljard afgewentelde kosten. Nadat alle belastingen zijn betaald. Afgewentelde kosten op de maatschappij en op het milieu. Nou, als je die prijs in rekening zou brengen, dan kom je waarschijnlijk meer in de buurt van de mensen die echt die auto nodig hebben. En dat zijn er dus veel minder. En dan heb je dus eigenlijk al een heel groot deel van dat gas heb je teruggedrongen in de ruimte die daarvoor staat. Maar goed, dan wordt het weer een heel verkeersdiscussie. Terwijl de eerste discussie volgens mij moet zijn, in dit geval in Wassenaar, wat wil je eigenlijk dat die straten zijn? Hè? Is het eventjes los van de ontwerpsnelheid.
Dus die vraag daarvoor is, wat wil je dat dat is? Wat wil je dat die straat voor jouw huis? Zou je willen dat je kinderen daar kunnen spelen? Dat zou kunnen. Heel veel mensen die het boek hebben gelezen, die sturen ons een mail. Die zeggen, heb ik nog nooit over nagedacht dat dat ook zou kunnen? Natuurlijk kan dat. Dit is namelijk onze openbare ruimte. Die is van ons allemaal. En daar maken we nu keuzes in. En die keuzes kunnen we betwisten. Ja. Dankjewel, Marco. Ja, je daagt me toch een beetje uit, want we hebben hier een VVD-wethouder aan tafel zitten. En ja. Dan ben ik toch heel benieuwd. Wethouder, hoe kijkt u daarnaar? Nou, Fred, ik geef toe, het boek van Marco heeft mij absoluut geprikkeld om op een andere manier dus naar onze openbare ruimte te kijken. En als wethouder krijg ik, denk ik wel wekelijks, krijg ik brieven van bewoners van, over gevaarlijke situaties voor de deur of die ze tegenkomen. En de een wil graag meer parkeerplekken en de andere die wil graag juist minder parkeerplekken in de straat. En je wordt geconfronteerd met die situatie van, we hebben eigenlijk te weinig ruimte en die moeten we met heel veel functies moeten we die gaan delen. En als je dat dus tegen elkaar afweegt, hè, wat willen we? Willen we die bereikbaarheid en die mobiliteit? En hoe combineren die met de leefbaarheid? Kunnen we veilig over straat? Kunnen de kinderen veilig naar school? Hè, kunnen wij? Maar kan je ook, als je de boodschappen moet doen, kan je daar in een redelijke tijd kan je daar komen? Ik vind het een hele moeilijke afweging. Dus daarom heb ik eigenlijk als onderdeel ook van het verkeersonderzoek, waar je dus heel specifiek kijkt naar de getallen. Kijken van, nou ja, zijn er misschien, hè, zijn er nog, kunnen we op een andere manier kijken naar hoe wij met echt de mooie omgeving van Wassenaar omgaan en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat, dat zoveel mogelijk mensen in Wassenaar blij zijn om hier te wonen en zich veilig voelen om hier te wonen. En dat zie ik als een enorme uitdaging. Ja. Ja, ik denk als ik het zo kort zou gaan, maar het gaat met name over een stukje leefbaarheid in Wassenaar. Dat die wel met elkaar in oogschouw te houden. Dank. Is er een wethouder leefbaarheid? Nee. Nee. Ik vind het serieus, ja. We hadden het in het voorgesprek ook al over. Het is eigenlijk wonderlijk dat we hebben namelijk ook geen wethouder elektriciteitskabels of wethouder riolering, maar we hebben wel een wethouder verkeer en vervoer. Terwijl het inderdaad, hè, het gaat over hele andere vraagstukken. Dus misschien moeten we ons ook gewoon aanleren dat wethouders gaan, dat ze een portefeuille krijgen voor dingen die ertoe doen. En dat dan vervolgens de verkeerskundigen heel goed kunnen vertellen hoe we dat dan vervolgens kunnen uitvoeren. Dat zou ik al een stap voorwaarts vinden. Ik zie nog even toch één vraag nog in de chat. En die zegt even van, is het nut om van A naar B te komen niet enorm afgenomen omdat onze auto's nu vol zitten met technologie? Tijdens onze reistijd kunnen we nu al van alles. Ik denk in het verlengde zit ook een beetje van, ja, wat is nou eigenlijk reistijd of reisafstand belangrijk? Ik kwam toch eventjes vragen aan Marco. Ik las hem ook. Ik vind hem best wel eng. Volgens mij moet je vooral opletten tijdens het onderweg zijn met je auto. Want er komen nog steeds 2 mensen per dag om in ons verkeerssysteem, in die machine. En een stuk of 40 zwaar gewonden per dag. Dus als we de ziekenhuizen willen ontlasten, lijkt me dat een no-brainer. Daar is heel veel discussie over. Hè? Want je zou... Je zegt dit terecht. Op het moment dat die reistijd minder gezien wordt als reistijd, beschrijven in ons boek dus de beroemde Breverwet, die dan zegt dat als dat echt zo is, hè, zelfrijdende auto's, je hoeft niks meer te doen, dan voorspelt alle empirisch onderzoek voorspelt dan dat we nog verder weg van elkaar gaan wonen. En dat is eigenlijk de afgelopen 50 jaar al gebeurd, hè, dat de gemiddelde reistijd van de Nederlander, terwijl we er elk jaar 8 miljard aan besteden, aan reistijdwinst, is de gemiddelde reistijdwinst van de gemiddelde Nederlander exact 0 seconden. In de afgelopen 60 jaar, maar zijn we wel bijna 7 keer zo ver gaan verplaatsen per dag. En dus we hebben vooral de mogelijkheid om makkelijker te reizen gebruikt om bedrijven gebruiken dat om te clusteren. Alle supermarkten in dorpjes gaan dicht, want mensen kunnen wel iets verder. Misschien is dat wel een van de redenen waarom Wassenaar in zo'n grote machine is terechtgekomen. Ik zag iets ergens voorbij komen, helaas anoniem. Is dit wel relevant voor Wassenaar? Ja, lijkt me super relevant voor Wassenaar. Maar ik zou best wel interessant vinden waarom iemand denkt dat dit aan Wassenaar voorbij gaat. Ja.
Oké, dankjewel. Ik heb nog één. Ik let op de tijd inmiddels ook, maar ik heb nog één, want er werd iemand ook anders uitgedaagd. Die zegt van, ja, er zit alleen maar verkeerskundige aan tafel. Waarom zit er geen ecoloog of andere mensen aan tafel die ook recht hebben op de openbare ruimte? Hoe zie jij dat, Thomas? Nou ja, ik denk dat het een terechte opmerking is. En ik ben blij dat wij als bedrijf in ieder geval ook meer mensen dan alleen verkeerskundigen in dienst hebben. Ook ecologen en ook psychologen en ook sociologen. Dus gelukkig kunnen we uit een breed palet aan adviseurs voor deze opdracht putten. Maar ik denk dat dat ook wel terecht is. Ik denk dat je zeker voor dit soort onderzoeken nooit eenzijdig met één bril erop naar moet kijken. En dat is ook exact de reden waarom we het onderzoek eigenlijk ook op deze manier proberen aan te vliegen. Want zoals ik net ook al een beetje tijdens de stand van zaken toelichten, is dat we echt op zoek moeten naar die balans. Dus op welke wegen vinden we het verkeer in een hogere mate acceptabeler en op welke wegen vinden we het eigenlijk minder acceptabel en wil je dus meer ruimte creëren voor andere gebruikers. Dus ik denk dat het verhaal van Marco daarin ook goed aansluit bij de manier zoals wij naar het onderzoek kijken en eigenlijk ook zoals Wassenaar ons gevraagd heeft om de handschoen op te pakken. Ja, ja. Dankjewel. Oké, we moeten door. Dus, maar we willen even terug naar u. De kijkers. We willen even weer een poll gaan lanceren. En die poll heeft met name even te maken van, wat is uw indruk eigenlijk? Hoe kijkt u tegen het verkeer aan? Misschien kan de eerste poll voor worden gezet. Ja, daar komt hij. Wat veroorzaakt in uw ogen nou de meeste drukte in het dorp tijdens de ochtend- en de avondspits? Is dat nou het interne verkeer dat naar de school of naar werk gaat? Is het doorgaand verkeer vanuit de richting Katwijk? Is het doorgaand verkeer vanuit de richting Den Haag? Of is het de infrastructuur van Wassenaar die gewoon niet goed toegerust is op de hoeveelheid verkeer? Nou, het wisselt nog erg. Ik zie vooral dat het doorgaand verkeer vanuit de richting Katwijk eigenlijk bovenaan staan van meer dan 50%. Dus eigenlijk, en onder het intern verkeer van scholen naar werk, ja, zit zo rond de 25%. Gaat wel naar iets naar de 30, verschuift iets. Ja, het wordt toch vooral gezien als zijnde het doorgaand verkeer vanuit Katwijk. En dan het tweede is eigenlijk het interne verkeer van scholen naar werk. Nou, dat is een van de dingen die inderdaad op basis van de gegevens die we gaan inventariseren vanuit het floating cars system, dat zeg maar al die technische taal, daar moet het uit vandaan komen. Die gegevens, daar weten we in ieder geval in aantallen waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe. Dus dat is één ding. Even nog los van de afwegingen die je moet maken tussen van ja, wat doen we nou qua leefbaarheid. En het is niet alleen maar de hoeveelheid verkeer, het is ook de snelheid waar het mee gaat en het mogelijke gevaar wat oplevert. En waar besteed je de openbare ruimte aan, hoorden we eigenlijk ook Marco zeggen. Een volgende poll kan misschien ingezet worden. En dat is, wat vindt u het belangrijkste aandachtspunt voor het verkeer in Wassenaar? Nou ja, is dat de verkeersveiligheid? Of is dat de verkeershinder? Of zijn dat eigenlijk de files? Ook hierin zie ik eigenlijk de poll vooral in de verkeersveiligheid naar boven schieten. Want boven de 56% zag ik hem net gaan. En eigenlijk verkeershinder, en dan gaat het vooral over geluid en stank. Dat is veel meer op dat milieucategorie. Zit zo rond de 40%. Dus dat zit er bijna nek aan nek met verkeersveiligheid. Dus het is inderdaad niet alleen de veiligheid die wij belangrijk vinden, maar ook de overlast die we hebben qua geluid, stank en hinder. En überhaupt dat het in ons systeem zit. Dus het gaat erg over die leefbaarheid. Nou, ik zie toch iets meer overhand nu komen op verkeersveiligheid. Maar vooral de files is eigenlijk heel opvallend. Dat die files, dat zit eigenlijk rond de 12-13%. Ik kijk eventjes naar de wethouder. Wethouder, is dat verrassend voor u, deze uitslag? We horen natuurlijk wel vaak van godse, hè, ik moet 10 minuten, 15 minuten bij de rotonde wachten. Er zijn heel veel auto's. Maar de grootste ergernis merken wij toch echt dat bij de verkeersveiligheid is en te veel auto's. Maar dat betekent niet per se dat er files zijn. Maar hè, dus gewoon voor de beleving dat er heel veel auto's zijn. En dat is misschien ook de definitie van het sluipverkeer. Heel veel auto's. En die kunnen dan ook nog makkelijk doorrijden. Die hoeven niet eens in de file te staan. Hè. Ik denk dat zelfs dat ook een gegeven is van het Wassenaarse wegennet.
net, dat behalve dan een aantal knelpunten waar we dan wel vaststaan, is het ook heel prettig doorrijden. En zodra iets prettig doorrijden is, en of dat nu op de auto of in de auto is of met de fiets, het is ook heel prettig fietsen in Wassenaar, ja. Dat heeft een aantrekkende werking. Dus ja. ik begrijp dit uiteindelijk wel, ja. Ja. En het is, maar het is ook wel weer leuk om te zien. Ja, nou, het zijn dus niet alleen de beelden van rijden auto's op de N44 of op de storm van Schavenzanden. Maar het is ook vooral de veiligheid die we belangrijk vinden daarin. En hoe we het ervaren überhaupt, want er verkeer is. Volgens mij hadden we daar nog een vraag. En daar praat het even op. Alle lokale wegen in Wassenaar zou een maximum snelheid van 30 km per uur moeten gelden. Dus straks zal ik wel even de vragen terugkomen. Maar is dat ja of nee? Of niet overal? Nou ja, ik zie daar al doorschieten van ja. Laten we hier maar met z'n allen wat een stuk rustiger gaan rijden. En wat minder gehaast. Dat is echt, nou ja, ik zie het nu bijna richting 70% gaan. Wat eigenlijk zegt van, nou, 30 kilometer, prima. Betekent dat wel dat ik de infrastructuur wel iets moet inrichten, maar daalt nu iets. Kijk, we zien niet overal, tot 57 rond 60% ongeveer, wat zegt 30 kilometer prima. En de overige zegt ongeveer 40% zegt van, maar niet overal. Dus alleen maar op plekken waar het kan. Thomas, is dat een beetje, we hebben het straks al gehad over die 30 kilometer wegen. Sluit het een beetje aan met wat je normaal gesproken ziet bij andere gemeenten? Ja, ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Wat je in heel veel gemeenten ziet is dat eigenlijk mensen in eerste instantie altijd graag overal 30 km per uur het liefst zouden willen rijden. Nou, zodra we dan gaan vertellen dat daar ook een bepaalde inrichting bij hoort om die snelheid daarin af te dwingen door middel van drempels of versmallingen, dan zie je dat mensen alweer wat meer geneigd zijn om te zeggen, nou ja, toch nog maar eens heroverwegen. Maar ik denk ook dat vooral die 40% die zegt nee, niet overal, dat ook wel weer overeenkomt met dat we goed moeten kijken van inderdaad, 30 km per uur kan best de norm zijn. Maar we zullen ook een aantal wegen moeten aanleggen om ons wel gewoon sneller te kunnen verplaatsen. Omdat we nou eenmaal ook gewoon verplaatsingen buiten het dorp willen doen. En misschien dat er 1, 2, 3 wegen dan dorp in en uit, dat je die wel op 50 moet houden. En dat je probeert daaromheen zoveel mogelijk die 30 zones te zoeken. Dus ik denk dat ook daar ook die balans weer belangrijk in is. Kijk, dus wat je eigenlijk zegt is, dus met andere woorden, de mensen die nu gestemd hebben voor nee, niet overal, die zijn op zich misschien niet tegen 30 kilometer, maar die zeggen van ja, oké, er moet ook wel gelegenheid zijn om ergens wat door te rijden, maar vooral op die stukken waar het van toepassing is. Ja, dat denk ik wel, ja. Oké. Naar de volgende poll. Even kijken wat we daarvoor hebben staan. In ieder geval, ik kijk, welke vervoersmiddel gebruikt u vaak voor de korte ritjes? Dus met name voor boodschappen wegbrengen, naar school en dat soort zaken, voor in het dorp. Dus met name welk vervoer gebruikt u voor korte ritjes? Is dat dan de fiets of gaat u dan even met de auto? Kunt ook even lopen of op een andere manier. En ik zie dat de fiets hier echt wel de overhand heeft. Ik zie dat voor het lokale verkeer, dus de boodschappen of even de kinderen wegbrengen naar school, daar zit nu op 48%. En met de auto is het rond de 25%. 23-25%. Maar goed, er zijn ook een groot aantal mensen die gaan lopen. En dat is ongeveer hetzelfde percentage. Dus dat hangt een beetje om. Dus we gaan eigenlijk met de fiets, dat doen we eigenlijk het liefst. Het zit nu precies op 50%. En de andere 50% zegt zo'n beetje van, nou, we gaan of met de auto, of de andere helft zegt lopen. Ervaart u dat ook zo, wethouder? Zie je dat de meeste mensen op de fiets gaan in Wassenaar? Nou ja, als een ander onderdeel van mijn takenpakket is ook om naar de fietsveiligheid te kijken. En ook daar weer de inrichting van onze openbare ruimte is niet helemaal goed ingericht voor de hoeveelheid fietsers. Dus dan komen we weer terug toch bij het vraagstuk van Marco. Hoe gaan we die openbare ruimte inrichten? Want als we met z'n allen meer op de fiets gaan, heeft de fiets eigenlijk ook wel weer meer ruimte nodig. Maar je kan het gewoon echt ook zien aan de hoeveelheid fietsparkeerplekken die we creëren in het dorp. En die staan binnen een dag staan ze vol. En dan denk je, ja, daar kunnen er nog wel een paar bij. Dus ik herken dat dus wel. Okay. Ja. Ik kijk nog even naar Marco. Hij is natuurlijk druk met de chat inderdaad bezig. Maar misschien kan je toch even kijken. Want als fietsprofessor, ben je nou blij dat er 50% staat? Of zeg je van, ja, waarom staat er nog 25% bij de auto? Nou, ik denk dat het laat in ieder geval zien dat er enorm zelfselectie in de groep mensen zit waarschijnlijk die hier
die hier komt en ook nog eens een keer sociaal wenselijke antwoorden misschien geeft. niet dus zo negatief, Marco. Dat, als sociaal wetenschapper moet ik daar toch kritisch naar kijken. Hè? Dat kunnen we niet zomaar generaliseren naar de bevolking. Twee dingen. Ik wilde eigenlijk ook nog even kort reageren op die vorige stelling van die 30 kilometer. Hebben jullie enig idee hoeveel meter per seconde dat is? Nou, ik heb geen idee, maar ik kijk vooral eventjes naar onze verkeerskundige. Nee, hoofdrekening was nooit mijn sterkste vak. Wat zeg je, Marco? Dus 8 meter per seconde. Dus dan ga je nog en dan in de meeste gevallen in die straten wordt meestal 37 gereden. Uit de floating car data kun je dat halen. Dat betekent dat er nog steeds 1 seconde niet opletten bij 2 parkeervakken verder. Dat is in woonstraten gewoon geen veilige snelheid. Dus dat moet echt verder naar beneden. En die weginrichting, nou, daar is nu echt eindelijk een prachtige oplossing voor. Die kun je morgen invoeren. Het geofencing, een intelligente snelheidsaanpassing, waarbij je gewoon auto's kan begrenzen op basis van op het moment dat ze wassen naar binnen komen rijden. Dat kan gewoon. Dus als verkeersveiligheid echt zo'n belangrijk issue is, dan kun je nu zorgen dat Wassenaar, net als een aantal andere dorpen in Nederland, in Europa moet ik zeggen, vanaf nu af aan dat er geen mensen meer omkomen in het verkeer. Dit kun je gewoon regelen. Is helemaal niet ingewikkeld. Oké, ja, nou ja, het ingewikkeld. En als het niet zo ingewikkeld is, waarom doen we het dan niet, zou je zeggen? Want dan moeten we allerlei handhavers op pad sturen om juist die snelheid te controleren. Nee, want je kan het afdwingen. En wat er nu waarschijnlijk gaat gebeuren, hè, want dat kan al sinds 1997. Dus het is inderdaad, de handvraag is, waarom doen we dit nog niet? Nou, omdat we dus schijnbaar prima vinden dat er zoveel mensen nog om het leven komen. Of bang moeten zijn, of dat onze kinderen veiligheidsinstructies moeten krijgen. Dat vinden we schijnbaar oké. Okay. Ik denk dat als we dat echt gaan bespreken met elkaar, in plaats van dat het altijd maar over files gaat en doorstroming en opstroping, Dat enorm zou helpen. Omdat het inderdaad, hè, als je er draait over gaat praten, vinden mensen dit een van de allerbelangrijkste dingen. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere mensen. Maar we verkopen auto's. Je kan nu een gesubsidieerde Tesla van de overheid krijgen die binnen 3 seconden volgens mij van 0 tot 100 kan optrekken. Ja, dat moeten we als verkeersveiligheid zo belangrijk is. Het is voor mij onbegrijpelijk dat we dat toestaan. Laat Wassenaar dan eens daarin voorop lopen, lijkt me geweldig. Oh ja, dus op die manier zou je tussen de drempels kan je toch best wel aardige snelheid creëren, begrijp ik eigenlijk, Marco. Nou ja, precies. Hoeveel drempels moet je dan aanleggen? En ik wilde nog zeggen, want het kan dus al 23 jaar, we doen het niet. Maar wat nou als we gewoon eens beginnen? Want daar is iedereen altijd voor, hè? Mensen uit Katwijk. Als we dus de bezoekers dat eens gaan opleggen. Dat je zegt, je mag met je postbestelauto, mag je alleen nog maar Wassenaar zijn woonwijken in, als jij een kastje in je auto hebt waarmee we jou kunnen begrenzen. En dat wil ik wel eens horen van burgers, zeg maar. Wat vinden jullie van dat idee? Ik vraag me af of veel mensen daar tegen zijn. En dan heb je eigenlijk de grootste ongevallen heb je dan al te pakken. En je zorgt voor een veel kalmer straatbeeld. En als er een aantal auto's worden begrensd op 30... of liever nog stapvoets op het moment dat ze in een woonwijk rijden, dan kalmeert dat ook de rest van het verkeer. Dus er is geen enkele reden om hier nog lang mee te wachten. Nou, dat geeft in ieder geval een mooie blik naar de toekomst toe in ieder geval. Dat het, het is toekomst, het is zelfs al mogelijk, begrijp ik technisch, om daar misschien iets mee te doen. Maar goed, dat is denk ik ook waarschijnlijk weer politieke keuzes. Dus dat is misschien voor een vervolg. Absoluut. Ik zie dat we nog 2 poolvragen hebben, dus ik wil eigenlijk doorgaan naar de volgende poolvraag. En die is, ik pak zelf ook wel eens de auto, terwijl ik ook zou kunnen lopen of fietsen. Dus weer een gewetensvraag. En dus dat is weer een ja of nee. Ik pak toch ook wel eens de auto's terwijl ik ook even zou kunnen fietsen. Nou ja, er zijn toch wel mensen heel erg eerlijk die zeggen van, ja, als ik naar mezelf kijk, dan pak ik ook wel eens de auto terwijl het eigenlijk om de hoek moet zijn. En dat zit zo rond de 70%. En de mensen die zeggen van, nee, ik ben daar consequent in. Als het in de buurt is, ga ik gewoon overlopen of fietsen en dan laat die auto lekker staan. Dus en die zit ongeveer op de 34%. Dus het is ongeveer 1/3 tegen 2/3 hoe die verhouding ligt. Ik denk dat we even door moeten gaan naar de laatste poolvraag. En die laatste poolvraag is, ik hou me altijd aan de maximumsnelheid, zeker binnen de bebouwde kom. En de antwoord is, ja, dat doe ik altijd, consequent. En eigenlijk een ander antwoord is van, eerlijk gezegd, niet altijd. En de laatste vraag is van, nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Nou, dat is maar een heel klein percentage. Misschien dat ze niet altijd op de kilometerteller kijken, dat zou kunnen. Maar het overwilt me zeggen van, ik hou me eigenlijk altijd wel binnen de snelheid in een bebouwde kom. En
En waar ongeveer een derde zegt eigenlijk van, nou eerlijk gezegd, niet altijd. Ik kijk toch eventjes naar de ervaringskunde in Wassenaar, de wethouder. Is dat zo? Ziet u dat ook, dat zeker 70% van de mensen die in Wassenaar binnen de bouwde kom rijden zich altijd keurig aan de snelheid houden? Is dat representatief voor wat u meemaakt? Ik vind dat lastig om te zeggen. Ik heb die data niet tot mijn beschikking. Maar mijn eigen ervaring is wel als het stil op de weg is en je kan doorrijden, dat de mensen daar wel toe geneigd zijn. En zoals ik al zei, we hebben een mooie wegenstructuur. Dus dan is het ook wel lastig om je aan die snelheid te houden. Maar dat geeft dus ook de grootste ergernis. Dus ja. Het is een mooie spiegel naar ons eigen gedrag. En dat, dus dank voor deze vraag. Ja, ik vind het heel mooi hoor. Dus het is heel mooi dat we zo'n groot percentage hebben hier wat zich daar keurig aan houdt. En dat is zeker belangrijk om te zien. Want dit is de informatie die we eigenlijk op deze manier via die polls van u krijgen. Om die spiegel voor te houden krijgen van, oké, waar hebben we mee te maken? Hoe ziet die samenleving van Wassenaar eruit? En hoe gedragen ze zich nu op dit moment? Ik denk dat we doorgaan dan even naar de laatste polvraag. En die laatste polvraag is... volgens mij zijn we al rond, zo heb ik gekregen. Nee, we hebben geen excuses. We zijn al helemaal, we hebben ze allemaal gehad. Nee, dus die polvragen, dat is een mooie doorsnede van de samenleving, hoe het in elkaar zit. En ik moet zeggen, houdt zich keurig aan de snelheid en liefst eigenlijk 30 km per uur rijden. Dus dat is alleen, dat lijkt mij prima. Gaan we door naar het volgende item, want het is wel een zaak dat we denk ik even zich aan de tijd moeten houden. En dat gaat over een website die we in het leven gaan roepen voor dit verkeersonderzoek. Dat wordt geïnitieerd door Rul Haskoning DAV. En Thomas kan daar misschien het een of ander meer over vertellen. Ja, klopt. We hebben eigenlijk een website ontwikkeld die we voor dit onderzoek willen gaan inzetten. En eigenlijk het belangrijkste van deze website is dat we vooral informatie willen ophalen bij de dingen die spelen in Wassenaar en dan met name op het gebied van verkeer. En ik wil u eigenlijk eventjes via deze livestream dus ook even gaan laten zien hoe mensen zo meteen op de website kunnen komen, hoe ze dingen kunnen achterlaten. U zult ook zien dat er al een aantal dingen op de website staan. Die hebben wij zelf ook al ingevuld. Dat is met name input die wij uit eerdere sessies al hebben opgehaald, die wij hebben gehad met Keerverkeer, met onder andere ook de Vrienden van Wassenaar in 2019. Die hebben wij van de gemeente allemaal aangeleverd gekregen en die informatie staat ook allemaal al op de website. Wat we eigenlijk met deze website willen gaan doen is vooral laten zien of vooral ophalen wat gaat er goed, wat gaat er niet goed en waar zouden wij nou nog verbeteringen kunnen gaan aanbrengen in Wassenaar. Nou, als het goed is kunt u strakjes, eigenlijk kunt u dat nu al gaan terwijl we bezig zijn, maar misschien kunt u dat beter doen als we zo meteen klaar zijn, kunt u naar www.royhaskoningdhv.com/wassenaar gaan. En als u daar naartoe gaat, dan ziet u eigenlijk, als het goed is, hetzelfde als ik het nu op mijn laptopscherm ziet, ziet u eigenlijk een welkomstscherm waarop het logo van de gemeente Wassenaar staat. En dan kunt u vervolgens onderin klikken op oké, om de website te openen. Nou, dan ziet u eigenlijk een overzicht van de gemeente Wassenaar, inclusief de benamingen van de wijken. U ziet hier in dit schermpje een korte uitleg hoe de inventarisatie werkt. En u ziet eigenlijk aan de linkerkant van het scherm ziet u drie dingen staan waarop u kunt aangeven dit gaat goed, ik heb een idee of ik heb een knelpunt. Nou, als u dus iets met ons wilt delen, dan klikt u vervolgens op bijvoorbeeld op een knelpunt. En dan vervolgens kunt u op de kaart, kunt u met uw muis zoomen naar de locatie waar u het knelpunt aan wilt geven. U kunt vervolgens door op het punt te klikken, ontstaat er een groen bolletje op die locatie. En vragen we eigenlijk een drietal vragen in te vullen, zodat we ook een goed beeld krijgen bij het knelpunt, maar ook bij degene die het knelpunt met ons deelt. Het zijn ook drie verplichte velden die u moet invullen. Als u die heeft ingevuld, dan pas zult u op opslaan kunnen klikken. De eerste vraag is eigenlijk, wat is uw relatie met de gemeente Wassenaar? Nou, ik ga hem voor nu even invullen als zijnde een bewoner. Vervolgens vragen we ook in welke buurt u woont. Want waar u woont hoeft niet altijd directe relatie te hebben met hetgeen wat u ons wil vertellen in de categorie knelpunt of dat gaat goed. Even kijken, dan gaan we in dit geval voor dorp Wassenaar. Dan vervolgens willen we graag van u weten hoe u meestal reist in en naar Wassenaar. Nou,
kiezen we in dit geval even vooral lopen. En hier kunt u dan vervolgens uw opmerking plaatsen. In dit geval neem ik even een test mee, zodat we hem later makkelijk eruit kunnen filteren. Als u dan vervolgens daarnaast klikt en u klikt vervolgens op opslaan, wordt het knelpunt opgeslagen en wordt die dus ook gedeeld en is die dus ook te zien op de website. Nou, vervolgens kunt u eigenlijk weer verder gaan en kunt u dus op allerlei locaties op die manier elke keer een knelpunt of iets anders met ons delen. En wat we natuurlijk vooral van u willen weten zijn de knelpunten, maar wat we ook heel graag willen weten is wat er goed gaat in Wassenaar. Met name omdat we ook zo meteen naast alle knelpunten die we krijgen, eigenlijk ook wel beeld willen hebben van wat u nou vindt dat goed gaat. Omdat de juiste dingen die goed gaat vaak ook in tegenstelling staan tot wat andere mensen minder goed vinden gaan. Wat de wethouder net al als mooi voorbeeld aangaf. De ene groep mensen wil graag minder parkeerplaatsen, de andere groep mensen wil graag meer parkeerplaatsen. Nou, en als je alleen maar vanuit één kant constant de knelpunten te horen krijgt, dan heb je weer kans dat die disbalans dus de verkeerde kant op slaat. Dus vandaar eigenlijk aan ons verzoek, vertel ons niet alleen wat de knelpunten zijn, maar laat ons vooral ook weten wat goed gaat. Nou, de website die is op dit moment al online, zoals Fred net al aangaf. En u kunt tot maandag 7 december kunt u ook alle knelpunten en dingen die goed gaan met ons delen. Wij zullen dat vervolgens weer meenemen en wij zullen dat ook vooral meenemen in ons verdere onderzoek. Dus wij zullen niet alle opmerkingen die gemaakt worden individueel gaan behandelen, maar we zullen het vooral gebruiken om zoveel mogelijk informatie op te halen om straks ook weer te gebruiken bij het eigenlijk komen tot de maatregelen. Oké, okay, dankjewel Thomas. Ja, er werd even een vraag gesteld van wat is ook de naam van die site? Misschien komt die nog in beeld, anders kan ik wel eventjes het nog geven. Het is www.royalhaskoning.com/wassenaar. Nou, hij komt zo ook nog in beeld. En hij komt straks ook nog een keer in beeld. En ook nog op de website van de gemeente om door te kunnen klikken, zodat het voor mensen zo makkelijk mogelijk te benaderen is. Okay, voor de duidelijkheid dus, dat is de site voor het verkeersonderzoek. De vragen die er nu in deze webinar gesteld zijn, die we niet bij lange na allemaal kunnen behandelen, die komen op de website van de gemeente. Dat is gewoon wassenaar.nl. Ik zie wat vragen inmiddels komen. Ik zal even kijken, wat maakt dit onderzoek beter en anders dan alle voorgaande onderzoeken? En wat is er met de informatie gedaan van de eerdere onderzoeken? Dat is een vraag voor Thomas. Nou, wat ons onderzoek, ik wil niet zeggen dat wij het onderzoek wat wij doen beter is. Wat ons onderzoek anders maakt, denk ik, is dat we vooral proberen om zoveel mogelijk verschillende databronnen naast elkaar te leggen. Zodat we ook proberen om zoveel mogelijk verschillende informatie tot ons te krijgen. Zodat je ook beter in staat bent om een afgewogen keuze te maken. En straks ook aan de wethouder en eigenlijk aan het bestuur een goede keuze voor te kunnen leggen, waarbij je zoveel mogelijk informatie hebt, zodat je ook daar echt een goede afweging in kan maken. En zoals ik net al even aangaf, is bijvoorbeeld eigenlijk informatie die uit eerdere onderzoek is gekomen, wordt ook weer meegenomen in ons onderzoek. Dus we hebben onder andere onlangs een petitie ontvangen waar het een en ander in gedeeld is met ons. Ook die informatie hebben wij ontvangen, gaan we mee aan de slag. We gaan ook kijken naar de verkeersstellingen van de afgelopen jaren. Dus we gaan echt wel proberen om zoveel mogelijk informatie mee te nemen, maar ja, we zullen niet alle onderzoeken die ooit zijn uitgevoerd daarin mee kunnen nemen. Dat is helaas onmogelijk, want ik heb mij laten vinden dat er heel veel onderzoeken zijn uitgevoerd. Oké, dankjewel. Ik zie nog meer vragen komen. Ik zie bijvoorbeeld hier staan, hoeveel dodelijke ongevallen hebben we op de binnenwegen in Wassenaar per jaar? Ik kijk even naar de wethouder. Heb je dat paraat op dit moment? Nou, ik durf het niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar volgens mij hebben we het over 1 à 2 per jaar. Alleen de vraag die triggert mij ook wel een beetje, want volgens mij moeten we, als we het hebben over verkeersveiligheid, hè, misschien zeg je van, nou ja, misschien is het aantal verkeersdoden heeft dan gemaakt met verkeersveiligheid. Voor mij is verkeersveiligheid ook hoe je veilig voelt op de weg. Hè? Dus kan je kinderen veilig alleen naar school laten gaan? Kan je veilig oversteken? Kan je veilig op straat spelen? Hè? Zijn een paar van die, dus dat hoeft zich niet te uiten in het aantal, nee, denk ik. En ik moet eerlijk zeggen dat was ook wel getriggerd door het boek van Marco, dat die vragen, de aantallen doen er uiteindelijk
niet toe. Het gaat er echt om, ook nog eens een keertje om de beleving. Hè? En dat vind ik juist zo mooi ook van het verkeersonderzoek wat we nu eens doen. Dat we en naar de feiten kijken. Hè? Wat hebben we gehad en hoeveel auto's rijden er waren wanneer. En wat vindt de inwoner van Wassenaar? En we proberen die informatie op allerlei verschillende manieren tot ons te krijgen. En dat we daar dus een geheel beeld van krijgen. En dan moet je dus de wezenlijke vraag stellen. En wat willen we dan? Ja, ja, nou, daarop aanhakend was net ook een opmerking van Willemien van mij aan de rest. Ja, Fred, luister eens eventjes. Auto's die rijden niet, dat doen mensen. En je moet eigenlijk altijd even naar de chauffeur kijken. Ik denk dat het ook een hele goede is. En dat sluit een beetje aan met het woord verkeer en verkering. Wat ik volgens mij eerder in deze sessie al langs zou komen. Want ja, kijken we inderdaad veel naar auto's of kijken we eigenlijk naar diegene die in die auto zit? Hoe kijk jij daar tegenaan, Marco? Wat heeft het eigenlijk met gedrag te maken en van interactie tussen mensen? Ja, dus dat was een bevinding van Thalia. Hè? Dus dat die woorden etymologisch heel erg aan elkaar verbonden zijn. Verkeren en verkeer, oorspronkelijk. En dat het een beetje losgezongen is. En het kwam in het boek, is een voorbeeld van een man die rijlessen geeft aan ambulancebestuurders. En die legt dat uit, dus dat ambulancebestuurders leren dat. Die moeten namelijk heel snel kunnen rijden, maar die doen dat dus op een ontzettend beheerste manier, omdat ze veel meer door die auto heen kijken naar de mensen die erin zitten. En dat is ook een heleboel. En dat wordt trouwens steeds ingewikkelder, merk ik. Ik ben nu ook verkeersbrigadier. En auto's worden steeds moeilijker om in te kijken. Maar dat is helemaal. Dat begint dus al met onze taal. Ik ga maar eens naar de lokale krant kijken. Er staat morgen vast weer een bericht over een misschien niet dodelijk, maar toch heftig verkeersongeval in. En dan staat er vaak auto ramt busje of fietser wordt geschept door auto. Dus we hebben ons ook daarin afgeleerd om het over de mens te hebben. En die mens die daarin zit, en niemand is. Rijdt vrijwillig iemand aan. Maar het gebeurt dus wel ongeveer 60 tot 70 keer per dag in Nederland. Dat zijn mensen. En die mensen die hun levens zijn ook verwoest. En volgens mij is dat een van de dingen die we deels moeten leren. Die technische taal van de verkeerskunde heeft ons enorm geholpen in sommige aspecten. Maar die heeft ons dus ook, denk ik, blind gemaakt voor het menselijke verhaal. En ik vond het net wel heel mooi. Laten we het vooral eens over onze kinderen gaan hebben. Dus wat hebben die kinderen ook een stem in dit onderzoek? En hoe dan? Uiteindelijk is het hun Wassenaar ook van de toekomst. En die kinderen die kunnen namelijk ontzettend helpen om te begrijpen hoe om het menselijke weer terug te brengen. Want dan kunnen we het niet meer hebben over de forens of de katwijker of wie dan ook. Kinderen zijn gewoon kinderen. En die willen wij willen allemaal dat onze kinderen zich veilig en vrij voelen. En als je, hè, dan is inderdaad de uiteindelijke vraag, wat willen we dan precies? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb heel erg het gevoel dat op heel veel verschillende plekken die discussie gaande is. Ik heb net dus 2 weken geleden een soortgelijk gesprek gehad met wethouder Lot van Hooijdonk in Utrecht. En zij heeft zich daarna ook uitgesproken en zegt van, ik wil eigenlijk, zij is ook wethouder mobiliteit. Maar zij zegt, ik wil eigenlijk gewoon dat het gesprek op de straat gaat over Utrecht moet een ontspannen stad zijn voor gezinnen en voor kinderen. En daar horen keuzes bij. En die zijn soms pijnlijk. Hè? Er wordt ook gezegd van in de chat, de afweging met economisch belang. Ja, je moet die afwegingen maken. Maar die maken we nu dus ook. Hè? We maken nu ook afwegingen en die vallen ook een bepaalde kant op. En daar zijn misschien wel een heleboel mensen helemaal niet zo blij mee. Dus laten we vooral weer over die mensen hebben in die auto of die onderweg is. En die mensen ook gaan zien als een complex wezen in dat complexe bos. Ja. En volgens mij, en dat is wat net ook al werd gezegd, hè, dat is totaal geen enkel aanval op de verkeerskunde. Want die verkeerskundige zit daar ook, omdat die verkeerskundige gevraagd wordt. En eigenlijk dus allerlei politieke keuzes op zich krijgt. En ik vind het heel mooi dat er wordt gezegd, ja, laten we vooral veel meer domeinen hierover mee laten denken. Om een beter en rijker beeld te krijgen van mensen. Ja. Hey, dankjewel Marco, mooie woorden. Ik wil eventjes doorgaan en vragen ook al, ik had net een vraag ook over het onderzoek, het verkeersonderzoek. Wat is dan de verwachte doorlooptijd van het onderzoek ongeveer, Thomas?
Nou, de komende anderhalve week gaan we dus vooral ook nog wat informatie ophalen via de website. En ja, ondertussen krijgen wij alle data nu binnen vanuit de verschillende partijen die ons dat moeten aanleveren. Voor met name dus het floating card data onderzoek. Nou, dat zullen we tot ons gaan nemen. En dan hopen we eigenlijk in zo'n beetje in januari al die inventarisatiefase af te gaan ronden. En daarna eigenlijk dan door te gaan met de volgende fase. De volgende fase. En wat is dan daar de verwachting van qua doorlooptijd? Wanneer kunnen mensen dus daadwerkelijk zien van oké, nu komen er maatregelen op tafel die echt het verschil gaan maken in het dorp? Nou, voordat de maatregelen op tafel liggen, dat zal nog wel even duren, denk ik. Voordat ze daadwerkelijk op straat gerealiseerd zullen zijn. Maar ik verwacht dat wij tweede kwartaal volgend jaar ook echt wel aan de slag gaan met die maatregelen. En ik hoop dat we het in het eerste kwartaal zelfs al kunnen doen. Okay. Dat is een beetje afhankelijk hoe snel de data bij ons binnen is, nog. Oké, dat betekent dat we daar best wel snel resultaten weer al kunnen verwachten. Nou, dat is goed om te horen. Ik wil wat afsluitend rondje maken eigenlijk langs de panelleden. En eigenlijk voor iedereen afzonderlijk even weten van, ja, hoe zien jullie eigenlijk de toekomst van mobiliteit? Niet alleen voor Wassenaar, maar in zijn algemeenheid. Maar als ik bij de wethouder mag beginnen. Dankjewel Fred. Ja, ik denk dat wij hebben zoveel kansen om ons op een andere manier te bewegen. Hè, en dat we die ook moeten gaan benutten. Maar dat we ons ook heel veel meer bewuster moeten zijn over onze bewegingen. Hè, dat als wij van A naar B gaan, dat dus ook een impact heeft op de omgeving. En ik denk dat als we met z'n allen die bewustwording veel groter kunnen maken, dat wij een omgeving kunnen creëren waar we met z'n allen plezierig kunnen leven en functioneren. En dat is eigenlijk waar ik op hoop. Ja, dankjewel. Marco, als ik jou mag vragen, hoe zie jij de toekomst van de mobiliteit? Ik vind het fantastisch. Eigenlijk kan ik bijna geen mooiere woorden zeggen dan de wethouder net. Ja. Dus ik heb die vraag vaak gehad. En wat ik vooral zie, of waar wij een pleidooi voor houden, is dat mobiliteit een thema wordt waar we wat we weer gaan herkennen als iets politieks. En waarbij de expert dus weer de positie in gaat nemen die hoort in te nemen, namelijk ons vertellen wat je slimme dingen wel die je kan doen. Maar dat het dus niet meer een soort technocratisch vraagstuk is, waar de burger zich niet bij betrokken voelt. Maar dat het dus veel meer iets wordt, omdat het gaat over verkeer, over onze openbare ruimte, dat het veel meer iets wordt waar we wat van gaan vinden. Ja, dat is mooi dat we hier op één lijn zitten wat dat betreft. Thomas, hoe zie jij de toekomst van de mobiliteit? Ja, ik moet me daar eigenlijk wel bij aansluiten. Ik denk dat we vooral echt wat meer toe moeten naar de balans tussen de keuze die je maakt, tussen hoe je eigenlijk je reizen maakt. En ik denk dat misschien wel een van de wat positievere aspecten kan gaan zijn van de situatie waar we nu met z'n allen in zitten. Ik denk ook dat je gaat zien dat mensen op een andere manier gaan nadenken over moet ik deze reis nu wel maken? En als ik hem dan maak, hoe moet ik hem dan maken? Kan ik hem niet gewoon met de fiets doen? Moet ik per se met de auto? En of de antwoorden vanavond sociaal wenselijk waren of dat ze ook feit zullen zijn, dat gaan we zien. Maar ik zie in ieder geval waar wel voldoende lichtpuntjes in om ook die verandering van het gedrag van de mensen die het moeten gaan doen in Wassenaar, zie ik wel ontstaan. Ja. Oh, dankjewel. Ja, ik zie Marco nog een vinger aansteken. Natuurlijk, Marco. Ga je gang. Ja, want deze avond mag natuurlijk niet afgelopen zijn zonder dat ik jullie bedank. Want kijk, wat al heel gaaf is, is dat deze, ook al is het een webinar en natuurlijk was het veel, veel gaver geweest in een echte zaal, maar dat dit gesprek door jullie is geïnitieerd en jullie spreken jullie alle drie achter de tafel even aan. Dat is op zich al fantastisch. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor de inzet. De techniek heeft ons inderdaad niet in de steek gelaten. Ik ben gewoon heel erg blij met het gesprek wat we hebben gehad. Dus ik hoop dat we dat ons allemaal ook beseffen. Dat het op zich al mooi, een mooie stap is om dit gesprek met elkaar aan te gaan. Dankjewel Marco. Graag gedaan. Ik ben blij dat we dan op deze manier toch de verbinding kunnen zoeken en vinden bij mensen. En ook heel mooi om te zien hoe mensen dan daarop gereageerd hebben via de chat en via het invullen van die poll. Komen we eigenlijk een beetje aan het einde van de webinar. Inderdaad, waar ik dus ook iedereen wil hartelijk danken voor de inbreng. Ik ga zo meteen nog even het woord geven aan de wethouder Caroline Klaver. Want ik denk dat het. En
ook even nog een bedankje aan iedereen die aan deze productie heeft meegewerkt. En dan wil ik eventjes Martijn Meulenbroek noemen en Hanneke de Wal, die zich vooral hebben ingezet om dit allemaal mogelijk te maken. En dan wil ik eigenlijk de laatste woorden geven aan wethouder Klaver. Dankjewel, Fred. Nou, ik vond het ook ontzettend leuk dat Marco hier aan tafel kon zitten. En Thomas, dat jij alles hebt kunnen toelichten. En ik hoop dat u thuis een informatieve, leuke avond heeft gehad. We zijn nog niet uitgepraat. Dus er komen nog verschillende stappen. En ik denk echt dat voor Wassenaar er liggen hele mooie kansen om met elkaar in gesprek te blijven. Om het op de juiste manier met elkaar in te richten. Dus de eerste stap is eigenlijk, waar kunt u nog uw laatste opmerkingen en de kaart van Royal Haskoning, waar kunt u die vinden? Ik hoop dat op de laatste slide nu u die gegevens ook geeft. En voor mij was het, waren er weer een aantal prikkelende uitspraken. En ik denk dat we hiermee aan de slag moeten. En hopelijk kunnen we in de toekomst of elkaar nog in levende lijven een soortgelijk gesprek aangaan. Of anders weer door zo'n webinar. En dat u wel het gevoel heeft dat u in gesprek met ons bent geweest. En zoals u ziet, de adressen voor de website zijn gegeven. En wij staan open voor uw commentaar. Fred, dank je wel voor het mediëten van deze spannende avond. Want het was toch best ingewikkeld met heel veel dingen. Maar ik denk dat we dit best vaker kunnen doen. Uitstekend.